Wethouder Philip Broeksma belooft mensen die last hebben van het tijdelijk viaduct van de ringweg over de Paterswoldseweg een oplossing. Sinds 5 weken regent het klachten over lawaai en trillingen uit de wijde omgeving. En het viaduct ligt er nog zeker 3 jaar. De SP, samen met de Partij van de Arbeid, de PVV en de Stadspartij, stelde vragen over de kwestie aan de wethouder. Klopt, een enorm kabaal en deze situatie is niet houdbaar. Iedereen snapt dat. We hebben als gemeente opdracht gegeven aan de CHP en Ring Zuid om de situatie op te lossen. En ik weet dat de CHP dat samen met de specialisten aan het doen is. Ze zijn ook in gesprek met de bewoners. Gisteravond was er een gesprek, vanavond was er een gesprek. En ik ga ervan uit dat de technici, de geluidstechnici, de mensen die van die constructie verstand hebben, met een goede oplossing komt, waardoor het onacceptabele geluidsniveau echt wezenlijk naar beneden gaat. Eenzelfde brug lag eerder naast het spoor over de Paterswoldseweg. En ook daar was er veel overlast. Ik weet niet precies hoe deze situatie dan tot stand is gekomen. Met specialisten is daar ook naar gekeken. Het schijnt dat elders in het land dit soort constructies, dit soort stalen bruggen goed functioneert. Elke situatie is uniek, daarom wordt hier ook speciaal naar gekeken. Er zijn wat oplossingen worden bedacht, die worden getest en ook met de bewoners besproken. Wanneer er een eind komt aan de overlast, dat weet de wethouder nog niet. Ja, dat kan ik niet overzien. Liefst gisteren nog, of eigenlijk vorige week, maar zo snel mogelijk.